generaties van tegenwoordig zich nauwelijks nog een voorstelling kunnen maken van de omstandigheden waaronder de mensen zich toen, tijdens die bezetting. So we are really grateful to all of you. First of all, for coming, for sharing this special moment with us. And I think your parents, your grandparents, and great-grandparents stood up with the bravery, with civil courage and dignity. And Herman said, in that case, if you're looking for a shelter for your son, me. Ik heb ze gekregen, nou niet voor mij, maar voor mijn ouders en voor mijn grootouders. Die hebben beide een rol gespeeld bij het verdere leven van Topsvelheim. Zo is het. Wat voor soort onderscheiding is het? Kan u daar iets over zeggen? Nou, het is een blijk van dank. En daar ben ik erg trots op. Eigenlijk dat zowel mijn ouders als mijn grootouders dat hebben gekregen. En verder vind ik Top ook een topgozer, dus zo gaat dat. Ja, dat kwam eigenlijk door mijn vader. Mijn vader werkte samen met meneer Revoort, heer Almelo, en met Herman Bouwens. Dat was een chef in de textielfabriek van Heleman en Almelo. En zij zeiden, als je dus ergens wil onderduiken, ja, dan kun je bij ons terecht. En dus mijn vader en moeder gingen naar Revoort in de oorlog. En ik ben in 1942 getransporteerd vanuit Almelo naar de ouders van Bouwens in Rijswijk. En daar heb ik dus een aantal jaren gezeten. En ook ondertussen ook nog weer bij Bouwens zelf, die ondertussen naar Hogeveen verhuisd was. Dus zo ben ik inderdaad bij Bouwens terechtgekomen. Ja, ik moet zeggen, ik heb het ook gezegd, maar ja, ik vind het geweldig dat dit zo'n dag er is. En dat het een en ander ook bekend wordt. En ik vind ook echt buitengewoon dat die Bouwens en ook Revoort, dat die nou door de staat Israël, door die stichting Yad Vashem, dat die ook echt geëerd worden. Want in mijn ogen was het natuurlijk enorm heldhaftig wat zij gedaan hebben. Voorstel in die tijd, met die risico's, het is natuurlijk overweldigend.